Beste studenten, het loopt. Iedereen is lekker bezig. De sanity checks zijn nu aan het binnenkomen. Degenen die nog niet ingeleverd hebben, worden door hun TA benaderd om te kijken wat er mis is. In deze hele korte video even tussendoor een heel belangrijk punt en een minder belangrijk punt. Het belangrijkste punt, sommige groepjes hebben de indruk dat de toepassing die je verzint, dat je die ook moet bouwen. Dat is niet de bedoeling. Je toepassing leidt tot een criterium waar je sensor aan moet voldoen. En je bouwt een opstelling om het criterium te toetsen. Als jouw toepassing is, we willen weten of deze sensor in de vacuum of space in staat is om het licht van een zon te herkennen, dan hoef je niet een raket te bouwen. Maar dat leidt tot een criterium over hoeveel licht zou die dan moeten kunnen detecteren. En dan ga je een opstelling bouwen om te kijken of je aan dat criterium kan voldoen. Als je aan het eind van de dag natuurlijk tijd over hebt en je alsnog de toepassing wil bouwen, bouw vooral die raket of whatever je toepassing is. Maar de opdracht voor vandaag is voor een toepassing die je verzint, leid je een criterium af en dat criterium ga je toetsen met een zelfgebouwde calibratieopstelling. De toepassing aan zich hoef je dus niet te bouwen. Knoop dat in je oren, bouw een calibratieopstelling, niet een toepassing. Dan een minder belangrijk punt, ik heb een extra assignment opengezet op Brightspace. Dat ga ik elke keer doen voor elke ontwerpopdracht. En dat is waar jullie vrijwillig foto's en video's kunnen inleveren van hoe het gaat. Wat ik enorm mis is door de studio classrooms heen lopen en kijken hoe het ongeveer gaat. Ik zou het heel cool vinden om een beetje te zien hoe het gaat. Als je daar nou video's of foto's uploadt, dan ga je er automatisch mee akkoord dat we die gebruiken voor YouTube. Dan kan ik namelijk jullie laten zien van, hey, dit hebben je collega's gemaakt in video's die ik opneem. Maar bijvoorbeeld ook op social media set. Als je dat dus niet wil, niet doen. Het heeft helemaal geen enkele invloed op je cijfer. Als je dat wel wil, trots bent op wat je gemaakt hebt, dat graag wil delen. Zet dan de video of de foto bij die assignment. Nou, neem goede lunchpauze straks, maar zorg er ook voor natuurlijk dat je straks aan het eind van de dag wel helemaal klaar bent met je groepje. Ik ga weer een rondje doen, kijken hoe alles gaat. Succes en tot straks.